Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Betondingen.nl, Krachten en Select Car Lease, de specialist in short lease. Duurzaamheid is overal. Iedereen is bezig met duurzaamheid. Zowel organisaties als particulieren. En dat zijn wereldwijd ontzettend veel ideeën, producten en innovaties. Maar hoe weet je nou wat waar speelt? Eigenlijk zou je één platform moeten hebben waar alles en iedereen tezamen komt. En dat is er nu. WhatsOrb.com. WhatsOrb.com, eindelijk een platform wereldwijd voor alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Heel goed. Ja, hoe ben je op dit idee gekomen? Nou, het idee is ontstaan in Vietnam. Ik woonde daar heel lang en op een gegeven moment dacht ik van nou, op het gebied van milieu, daar moet het een en ander gebeuren. En hoe kan ik dat in beeld brengen? Dus ik heb een heel klein passief websiteje laten maken. Hè, en daar opgezet wat een overheid er doet op het gebied van milieu, wat particulieren doen, universiteiten, enzovoort, enzovoort. En dat trok op een gegeven moment heel veel internationale aandacht. En nu heb je die wereldwijde platform? Nu dat hele grote site hier in Nederland ontwikkeld. Hè, en met nu de mogelijkheid om eventueel mensen een kans te geven en organisaties om hun eigen content te gaan uploaden. Hun eigen ideeën, hun eigen producten, diensten en innovaties op het gebied van duurzaamheid. Ik heb me geregistreerd, ik ben op het platform. Ja. Wat zie ik dan? Nou, je krijgt zeg maar eerst de homepage krijgen voor je. Dan kun je zeg maar op de verschillende categorieën klikken. Stel je bent geïnteresseerd in architectuur en tiny houses. Dan kun je daarop klikken en dan krijg je eigenlijk de laatste update krijg je dan te zien op het gebied van tiny houses. Je kunt de hele tijdslijn naar beneden gaan. Je kunt ook in de zoekmachine die we op de site hebben, kun je zeg maar bepaalde onderwerpen gaan zoeken. Stel je wilt reageren op die innovatie, dan kun je of op de profielfoto klikken van de organisatie of van de persoon. Je kunt dan meteen het telefoonnummer en het e-mailadres vinden. Je kunt contact leggen en je kunt samen aan de slag gaan. En als je zelf de nodige ideeën hebt, kun je die ook gaan uploaden en delen met de rest van de wereld. Eigenlijk is het de supermarkt van de duurzaamheid. Waar je normaal al je informatie en je innovatie verspreid vindt over verschillende websites, kun je nu alles op één platform vinden. En het wordt je heel makkelijk gemaakt. Super gebruiksvriendelijk en gratis. En omdat het een wereldwijd platform is, kun jij precies inventariseren waar het meest behoefte is aan jouw idee. Wauw, deze is bizar. Ja, dat is een nieuwe innovatie van een fiets, een stadsfiets. Die is zodanig ontworpen dat je al die handvaten die kun je inklappen, die trappers kun je inklappen. Er zit hier een stukje waar je laptop in kunt zetten en dan kun je hem zeg maar opladen tijdens het fietsen. Wauw, en mede dankzij jouw platform kan iedereen hier nu mee aan de slag? Kan iedereen mee aan de slag. Wat is jou nou het meest opgevallen aan het effect van jouw platform? Nou, wat mij het meest opgevallen is dat grote bedrijven die weten hun wegen wel te vinden. Die hebben hun contacten, hun netwerk, dus die redden het over het algemeen wel. Maar het zijn juist die hele kleine initiatieven, die kleine innovaties die door ons platform wereldwijde exposure krijgen. Die daardoor bijvoorbeeld ook financiering krijgen of dat andere organisaties en mensen geïnteresseerd zijn dat oppakken en met een samenwerking aan de slag gaan. Eindelijk een platform wat het mogelijk maakt om jouw idee in één keer wereldkundig te maken. Het moet afgelopen zijn met het negatieve imago van de kip. Want dit is een bofkip. Waarom? Hij groeit op in een ideaal leefklimaat. Dit dankzij een revolutionaire uitvinding van MultiHeat. Jullie zijn verantwoordelijk voor de revolutie in de pluimveehouderij. Hoe heb je dat gedaan? Nou, vroeger had je hier een direct gestookte kachel. Dus met open vuur. Dus wat betekent dat? We brengen hier CO2 in de stal. Wat we hier gedaan hebben, we hebben gedacht van dit moeten we veranderen. We moeten een ander systeem ontwikkelen. En we hebben gedacht aan een indirect gestookte kachel. En dat is hier onder andere de MultiHeat, de warmwaterkachel. En het warmwater komt dan door de slangen. Komt bij de radiator. Hier hebben we een ventilator. Die gaat aan als het water hier, of de radiator, de juiste temperatuur heeft. De ventilator gaat aan. En je ziet hier 6 uitgangen. Die 6 uitgangen verdelen de lucht mooi gelijkmatig over de dier heen. We pakken de lucht van boven, die zuigen we aan, die verdelen we. De beste lucht zit boven. CO2 is normaal zwaarder als zuurstof. Dus normaal zou CO2 hierin liggen. Maar wij pakken zuurstof van boven en we duwen het weg. En we hebben fantastische lucht. Wat ook bijkomt is, we hebben metingen hier gedaan. En zoals officiële metingen, dat we een ammoniakverlaging hebben van meer dan 60%. 60%? Maar dat is een voordeel voor de kuikens, hè, de kippen, maar ook voor de pluimveehouders, want die lopen hier ook. Dus het is een win-win situatie. De unit die het allemaal aanstuurt, die staat centraal? Ja, dat is een centrale kachel. En daar kun je op hout stoken bijvoorbeeld, als er hout veel voorradig is. Maar je kan ook een centrale gaskachel doen. Het kan ook stro zijn, wat we hier in Nederland allemaal niet zoveel zien, maar we zitten in meer dan 40 landen.
De warmtebron die is heel flexibel, zodat in elke toepassing eigenlijk in elk land gebruikt kan worden. Ja, dus dit is gewoon worldwide. Ja, warmtepompen, dat is de nieuwe techniek natuurlijk. Dus groen. Kijk, en zo hoort een kip te zijn. Lean, mean, prachtig in de veren, droge voeten. Een bofkip. En zo zijn ze hier allemaal. Kijk eens hoe mooi. Jij maakt gebruik van multiheat. Ja. Geen kacheltjes meer in de stal, maar dit fantastische systeem. Ja. Hoe fantastisch is het eigenlijk? Kijk om je heen, je ziet het zelf. Mooie kippen. En wat vind je zelf van de lucht? Ja, als ik hier rondloop, het voelt heel schoon en heel... Ja. Maar ik weet niet hoe het hier voorheen was, maar het voelt heel schoon. En ik kijk naar de kippen en ik zie ze allemaal actief bewegen. Dit zijn Beter Leven kippen. Wij hebben ons bedrijf omgezet van gangbaar naar Beter Leven. Bewust om die kippen een beter leven te geven. En kippen die goed verzorgd, die droog strooisel hebben, die gedijen goed. Die groeien goed, die hebben minder voer nodig, gaan er minder dood. Antibiotica proberen we helemaal te voorkomen. Dat is een zeldzaamheid. En die ammoniakvrije lucht hier, die heeft natuurlijk ook invloed op jou als pluimveehouder. We gunnen die kippen een beter leven, ik gun het er zelf ook. Dus laten we nou eens ophouden over die plofkip en hebben over de bofkip. Want 50% van alle stallen in Nederland is al uitgerust met multiheat. Zodra je de deur uitstapt, kom je in de openbare ruimte. En daarin gebeurt ontzettend veel. Wat dacht je van betonnen elementen? Vandaag besteld, morgen in huis. Snelwegen die binnen een uur gerepareerd kunnen worden. En de organisatie van die hele openbare ruimtes onder één dak. Kijk, daarom bestaat de vakbeurs Openbare Ruimtes inmiddels 15 jaar. Hier in de jaarbeurs. De inrichting van openbare ruimtes vereist vaak jarenlange planning. Dat betekent dus dat je vooraf al moet weten welke elementen je gaat plaatsen. Maar stel nu dat je ad hoc iets nodig hebt, bijvoorbeeld morgen al, kan dat dan ook? En kan je dat ook via internet bestellen? Dat kan, betondingen.nl. Vandaag besteld, morgen in huis voor de openbare ruimtes. Dat is zo de tijdsgeest. Wat voor object heb je allemaal? We hebben meer dan 1500 producten in onze shop staan. Dat zijn U-elementen, L-elementen, betonpoeren, banken. En alles op voorraad? We hebben voor 70% op voorraad. De belangrijke snellopers moeten we op voorraad hebben. En die leveren voor 15 uur besteld, de volgende werkdag geleverd. Hoe doe je dat? Een goede transporteur, dat is super belangrijk. Goede orderpickers op ons eigen terrein. Dat gesmeerd loopt. En met die combinatie kunnen wij door heel Nederland de volgende werkdag leveren. En zo ziet het eruit. Een webwinkel. Je bestelt online en wordt de volgende dag bezorgd. Zo hou je de lijnen kort en de prijs laag. Het wordt steeds drukker in Nederland en dan ook vooral op de weg. Steeds meer auto's over al die rijbanen. En dat heeft impact voor het asfalt. Dat gaat rafelen. Met andere woorden, dat gaat kapot. Dat moet gerepareerd worden. Het kost veel geld, energie en vooral tijd. Want we willen blijven rijden. Nu is er een manier waarin dat binnen een uur opgelost kan worden. Coldmix. Snelweg repareren. Hoe doe je dat? Nou, wij leggen een laagje op de bestaande weg. Door middel van die machine die je ziet. In die machine daar zitten mineralen, water en bitumen. Dat samen heeft allemaal verschillende ladingen. Door die verschillende ladingen gaat het op elkaar reageren. Doordat het gaat reageren wordt het hard. Dat wordt al hard binnen een uur. Dus je kunt na een uur al met de auto eroverheen rijden. Binnen een uur droog? Hoe kan dat? Ja, door die verschillende ladingen reageert het, dus we verwerken alles koud. Omdat we alles koud verwerken, gebruiken we geen warmte, dus weinig CO2-uitstoot. Dus ook weer heel goed voor het milieu. Dus nooit meer 's nachts als je eindelijk naar huis kan ellenlang wachten, omdat je van 3 naar 1 baan moet vanwege lange reparaties. Binnen 1 uur droog en jij bent thuis, dankzij Coldmix. Alles buiten de voordeur is openbare ruimte. Die is immens groot, bestaat uit honderden elementen. Die moeten allemaal gebouwd, gepland en georganiseerd worden. Hoe fijn is het als er één bedrijf is die dat allemaal voor je kan regelen? Krachten. Wat voor bedrijf is Krachten? Nou, Krachten is een onafhankelijk adviesbureau voor de hele openbare ruimte. Ja, dus waarschijnlijk worden jullie ingehuurd door gemeentes, door Rijkswaterstaat bijvoorbeeld. Maar de burgers zijn de actieve participanten. Ja. Hoe spelen zij in dit verhaal? Nou, wij zeggen ook wel eens vaker, onze opdrachtgever is niet degene altijd die betaalt. Maar eigenlijk is onze opdrachtgever de gebruiker van die openbare ruimte. En jullie zijn al 60 jaar actief. Wat zie jij nou als trend op dit moment? Nou, je ziet eigenlijk dat steeds meer mensen gebruik gaan maken van die openbare ruimte. En niet alleen maar om van A naar B te gaan, maar elkaar ook daadwerkelijk te ontmoeten. Dus het gebruik van die openbare ruimte wordt veel veelzijdiger en veelvuldiger eigenlijk gebruikt daarin. En zo zie je dus de meerwaarde van alles onder één dak. Iedereen zit aan tafel vooraf. Stedenbouwkundigen, procesbegeleiders en de beheerders van de openbare ruimtes. Kijk, op die manier kan je openbare ruimte het meest duurzaam inrichten. En dan nu, de tip van de week met Otto Krediet.
de grootste besparing die we kunnen halen is om naar ventilatie goed te kijken en vooral de warmte die we daarin weggooien. Nou, zoals dit laboratorium wordt heel veel warmte wordt afgezogen en weggegooid. Dat kun je ook terugwinnen en weer gebruiken om de inkomende luchtstroom op te warmen. Nou, dan heb je het over 80% tot 90% terugwinning van die warmte. Nou, als wij bij een bedrijf binnenkomen, kijken we gewoon waar de energie wordt gebruikt. Want meten is weten, je moet weten waar het gebruikt wordt. En dan ga je daarna kijken waar het onnodig verbruikt wordt. Waar het onnodig verbruik gaan we opspeuren en elimineren. Bijvoorbeeld bij een nachtgebruik. Als er niemand is en er staat toch iets aan, kan dat uit. Soms kan het gewoon uit. Nou, voor elk bedrijf is energiebesparing haalbaar. Verlichting is iets wat vrij recht toe recht aan is. Ventilatieverwarming is ook vrij eenvoudig. Maar er zijn, als je dieper in het proces komt, wordt dat wat lastiger. En heb je wel echt een stuk expertise nodig om je te helpen. Als we dan zo'n rapport hebben gemaakt over die besparende maatregelen, dan kan het management besluiten wat ze eerst gaan doen. Pakken ze de snel terugverdienende zaken of proberen zoveel mogelijk te besparen. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Select Car Lease, de specialist in short lease. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Select Car Lease, de specialist in short lease. The world of technology and science, hier in de jaarbeurs. Meer dan 550 exposanten en alles op het gebied van technische innovaties. Life science is hot. Dat wil zeggen onderzoek naar DNA, eiwitten en cellen. En daar heb je hele specifieke apparatuur voor nodig. Maar dat niet alleen, je hebt nog veel meer nodig. En dat hele pakket, de zogenaamde workflow, is de expertise van BOK. Zo'n hele workflow, waar bestaat die uit? Het houdt in dat wij het experiment van de klant van A tot Z kunnen ondersteunen. Dus stel ze doen onderzoek naar DNA, dan hebben wij producten om DNA te kunnen isoleren, DNA te bewerken. En zo kunnen wij klanten elke stap van hun experiment ondersteunen. Jullie hebben alle expertise in huis. Dat betekent dat jullie team, BOK, toch aardig... Wat is het voor team? Ja, we hebben een team van mensen die zelf in een laboratorium hebben gestaan. Dus onze tech support kan mensen goed inleveren waar mensen tegenaan kunnen lopen. En ze zo goed advies geven in hoe ze de producten het beste kunnen toepassen in hun onderzoek. We zijn nu een zelfstandig opererend bedrijf? Wij zijn onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Cell Signaling Technology. Dat zelf antilichamen ontwikkelt, produceert en valideert. En die antilichamen passen ook weer perfect in onze workflows die wij leveren. Dan heb je apparatuur voor nodig in die workflow. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, zeker. We zijn hier met ons paradepaardje op de beurs, de Novasight Quantion. Dit is jullie paradepaardje. Wat is het? Dit is de Novasight Quantion en dat is een flow cytometer. En wat doet hij? Dit analyseert cellen op een heel hoog niveau en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de analyse van tumorcellen. En hoe past hij dan precies in de workflow? Wij zijn, zoals al werd gezegd, een onderdeel van Cell Signaling Technology. Die levert goed gevalideerde antilichamen met daar labels aan. Die labels worden geanalyseerd door dit systeem. Kijk onder de kap. En dit wordt gebruikt in kankeronderzoek. Ja, ik heb een heel mooi voorbeeld van de Nobelprijs die laatst is uitgereikt aan mensen die tumorimmunologie onderzoek hebben gedaan. Waarbij cellen uit ons eigen lichaam worden gebruikt om tumorcellen op te ruimen. En dan past deze perfect in die workflow? Dit systeem, soortgelijke, worden gebruikt bij dat soort onderzoek. We zijn op weg naar een toekomst van personalized medicine. Dat betekent voor iedere patiënt individueel medicijnen op maat geproduceerd. Onder andere op basis van DNA. En daarin speelt het Novasight Quantion een essentiële rol. Machines zitten vol met sensoren. Het voordeel is dat je kunt meten, evalueren en in kunt springen om die machines zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Nou doen heel veel ondernemingen doen dat. Maar er is één bedrijf die dat hele proces vanaf de grond tot aan de cloud voor u kan faciliteren. En dat al 160 jaar lang. Het bedrijf Wijdmüller. 160 jaar Wijdmüller. Gefeliciteerd als eerste. Hoe doen jullie dat? Nou, je hebt gelijk. Wij zijn een Duits familiebedrijf met een historie van 160 jaar. Maar het is eigenlijk begonnen na de Tweede Wereldoorlog. Bij de opbouw van de Duitse industrie is Wijdmüller begonnen met het produceren van componenten om elektrische signalen op elkaar aan te sluiten. Wat eigenlijk de basis is voor elektrotechniek in de machinebouw. Dit is al geruime tijd jullie core business, maar die ontwikkelingen staan ook niet stil. Waar staan jullie nu? Nou, dat heb je goed, Roel. Wij staan hier nu letterlijk bij een demonstratiemachine. Deze machine simuleert productieprocessen zoals bij ons in de fabrieken in Duitsland. Wij hebben onze productieprocessen geanalyseerd. En op basis daarvan konden wij in 2016 een productiviteits- en efficiëntieverbetering realiseren van 50%. Wow! Yes.
Heel interessant. En dat interessante onderdeel willen wij heel graag delen met onze klanten. Nou, dat proces dat tot die verbeteringen leidde, is wat wij Industrial Analytics noemen. En dat zit daarin. Industrial Analytics, jullie laatste tak van sport, ook de meest actuele. Wat is het? Iedere ondernemer wil een optimale productiviteit van zijn onderneming. Dat is nou precies wat Industrial Analytics doet. Industrial Analytics verbetert de beschikbaarheid en de efficiëntie en daarmee de productiviteit van iedere onderneming. Maar hoe dan? Wat we doen is dat we op basis van gegevens uit machines kunnen bepalen wanneer een machine minder efficiënt gaat werken of zelfs het risico loopt om stil te vallen. Maar met die informatie kan dan preventief onderhoud worden gepleegd, zodat je in ieder geval voorkomt dat die machine ongepland komt stil te vallen. En doen jullie dit al? Ja, bij een klant van ons Bogen. Bogen levert perslucht aan haar klanten in de industrie met behulp van haar compressoren. En de beschikbaarheid van die perslucht is absoluut essentieel. Nou, met behulp van Industrial Analytics kunnen wij garanderen dat het ook zo is. Want met Industrial Analytics beschikt Bogen over actuele informatie om die continuïteit te kunnen waarborgen. En wat wij Industrial Analytics noemen, leidt tot een aanzienlijke besparing van tijd, grondstoffen en energie. Nou, en dat is natuurlijk een bijdrage aan de groenere economie. En door Industrial Analytics was Bogen in staat om haar businessmodel te veranderen. Van het leveren van compressoren naar het leveren van perslucht. Hiermee begonnen, tot daardoor ontwikkeld en samen met Industrial Analytics vormt het de hele keten en wordt als één oplossing aangeboden. Overal waar je het volume moet regelen voor vloeistoffen of gassen, kun je gebruik maken van pompen of regelkleppen. Regelkleppen is het meest nauwkeurig. En het allernauwkeurigste is als je het op maat laat maken. En dat doe je bij Von Rohr Arca BV. Wat zijn nou regelkleppen precies? Een regelklep kun je vergelijken met een kraan thuis. Wil ik mijn handen wassen, heb ik iets minder water nodig. Wil ik douchen, dan heb ik meer volume nodig, meer water. Dat betekent dus dat ik zet de kraan iets open. De regelklep doet eigenlijk precies hetzelfde in de industrie. Die regelt een zeker volume of een zekere druk. En over welke industrie praten we dan? Nou, dan praat je over de petrochemie, je praat over de olieindustrie, je praat over de energiesector. Overal waar een zekere volumestroom geregeld dient te worden, vind je een regelklep gewoon terug. De regelkleppen zijn uitermate nauwkeurig. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat in principe in een proces wordt er een zekere nauwkeurigheid gewenst en een zekere beschikbaarheid, maar ook een zekere kwaliteit. Wat op lange duur natuurlijk nodig is om een zekere kwaliteit aan het eindproduct te garanderen. Uiteindelijk moet er iets geleverd worden en dat wil je nou zo keurig mogelijk leveren. En daarvoor wordt een regelklep naast een pomp of achter een pomp ingezet. Ja, jullie staan er bekend omdat jullie heel dicht bij de klant zijn, samenwerken. Ja. Hoe gaat het precies in zijn werk? Nou, uiteindelijk werken wij op basis van specificaties die de klant ons aanreikt. De specificatie is voor ons leading om het juiste product te kunnen samenstellen. Veel klanten willen gewoon een stukje betrouwbaarheid, maar ook een beschikbare levensduur voor een tijdspanne van 15 tot 20 jaar. Dat vergt dus best wel enige know-how en kennis om het juiste product te selecteren die daadwerkelijk die beschikbare levensduur kan garanderen. Nee, jullie maken maatwerk, precisiewerk. Maatwerk, ja. Is hier nou een trend waarneembaar? Is er bijvoorbeeld iets wat jullie nu kunnen maken wat je bijvoorbeeld 10 jaar geleden niet kon maken? Ja, dit is een stukje maatwerk. De toekomst, industrie 4.0, dat is additieve productie. Dus het maken van een binnenwerk wat technisch niet mogelijk is via de huidige constructies en de materialen die we heden hebben. Dus door middel van 3D-printing wordt er een binnenwerk gemaakt. Meervoudige drukafbouw om daadwerkelijk een stukje energie te vernietigen, maar ook de beschikbare levensduur en kwaliteit te garanderen. Zoals we in het begin zeiden, 15 jaar, 20 jaar is heel gebruikelijk dat zo'n klep eigenlijk gewoon gebruikt wordt en ingezet wordt. Dit is een van jullie paradepaardjes. Wat is het en waarom is deze nou juist zo bijzonder? Ja, we zijn er eigenlijk wel trots op. Het is eigenlijk een nieuwe ontwikkeling voor het regelen en fijn doseren van vloeistoffen. In het verleden maakte je gebruik van een naald als doserelement. Het nadeel van een naald was dat tijdens het proces er snel slijtage optrad, waardoor die dosering eigenlijk kwam te vervallen. Dus wij hebben als vervanger van de naald eigenlijk een constructie ontwikkeld die een langere beschikbaarheid garandeert en ook langer in bedrijf kan zonder dat er een verloop optreedt van de regeling. En vandaar ook de noviteit tijdens deze beurs. Wij noemen een draaischijfregelklep waarbij je fijn kunt regelen, hoge drukken, abrasieve vloeistoffen. Het blijft gedoseerd 15 jaar lang. Kijk hoe langzaam die beweegt. Dat betekent in feite dat die heel langzaam van fijn naar volledig open gaat. Zo ontzettend nauwkeurig. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Betonningen.nl, Krachten en
Select Car Lease. De specialist in short lease.